ik heb al ruim 200 crypto keys en het wordt dus hoog tijd dat ik die dingen ga verzilveren. Ik ben benieuwd wat ik krijg. Het liefst ben ik op zoek naar gewoon een paar leuke gestures. Dus laten we maar gauw beginnen. Ik denk dat ik er, even zien, dan maar 3 van 30 doe. En dan 11 van 10. Laten we maar gewoon beginnen met een rare supply drop van 30 crypto keys punten. Let's see. 1, 2. Alright, the crypto. Let's do this. Hey, een not bad. Rare pixel camo. Nou ja, goed. Waarschijnlijk voor een gun die ik eigenlijk nauwelijks gebruik. Dus op naar de volgende supply drop. I want to see what it is as bad as you do. Ja! Kijk, dat bedoel ik. Dat is een leuke gesture. Die is voor de Spectre. Zullen we gewoon eens even kijken hoe die eruit ziet? Spectre Boost Gesture. Dus dat is eruit. Even naar Specialist. Spectre. Waar ben je? Hier ben je. Oh. Ah, jammer. Och, die heb ik helemaal nog niet vrijgespeeld. Daar moet ik een token voor hebben, maar zoals je ziet rechtsbovenin, ik heb helemaal geen tokens meer. Dus daar moet ik later op terugkomen. Dan laat ik die gesture later wel een keer zien. Gaan we nu even door met het uitpakken van een paar doosjes. We hebben nou 2 keer van 30, dus ik doe er nog eentje van die. Feeling lucky. Van die rare supply drop. Hier. Kijk. Weer één. Van de Nomad. In ieder geval een gesture voor de Nomad. En die heb ik wel vrijgespeeld. Die kan ik wel gelijk even laten zien. Een leuke Dingo Cambo voor de Halcyon. Geen idee welke gun dat is. Oh, de Dingo. Oh nee, het is de Halcyon Camo. Voor de Dingo. Volgens mij zit het zo. Ik ga even kijken naar die Nomad gesture. Gaan we naar die Nomad is. Ja, die gesture. Guns. Kijk. Hoppakee. Ja, dat is leuk, hè? Nou, hopelijk vind ik nog meer van die gestures. Gauw door met uitpakken. We gaan nog verder met 11 van die common supply drops. Open it up. Let's see, dat is 1. Calling card, kijk. It's gonna be all position. Eyes on you. Een battery sound. Oh, dat is voor die chick. Dan ga ik gelijk even kijken. Battery, waar ben je? Hier ben je. Oh, dat is een nieuwe first position. What? There was opposition? What? There was opposition? What? There was opposition? Okay. Mess with the best, die like the rest. What? Die opposition al leuker is als deze eerste, daar like heb ik zo mijn twijfels over. Maar oké, okay, het is leuk. Leuk, ik wil ze allemaal hebben. Dus of het nou leuk is of wat minder leuk, maakt me geen fluit uit. Volgende. You're still alive. Alright, he's decrypted. Let's do this. Camo'tje. Oeh. Epic Ice. Camo voor de M8A7. Fucking vet. Ik ga gewoon even kijken. Misschien even naar random. En dan maak ik hier wel eventjes een M8A7. Camo. Black Market, Ice Camo. Ja. Ziet er kill uit. Nice. Goed, volgende. Dat was dus een epic camo. Misschien hebben we er wel meer. I got a good feeling about this. Krijgen we er wel meer? 1, 2. Kijk. Better than average. Nieuwe gesture. Weer voor de battery. Yeah, that's right. Salute. En dan nog een calling card. Out West. Volgens mij heb ik die al. Ja, goed. Je kan blijkbaar dus ook dingen dubbel krijgen. Dat is wel heel jammer.
Dan gaan we naar de battery. Battery, battery, battery. Waar ben je dan? Hey, die heb ik al. Huh? Ja, dat bedoel ik dus. Je kan soms dus ook gewoon dingen krijgen die je al hebt. Dat is wel bang. You're still alive? Nou, volgende. Never know what's in these things. Stealth camo. Contrast camo. Yeah, hallucination it is what it camo. Is. Got something you wanna say? Leuk, leuk, leuk. Next. Here we go. All sales final. Just a sprinkle of sugar. Een Gorgon camo. Gorgon, dat is een light machine gun. En voor de rest gewoon wat standaard camo's. Volgende. Let's see what we get. Creature failure. Feature. Calling card. En een breakdancer calling card. Leuke plaatjes, maar ja. Het ziet er leuk uit, maar het is maar een plaatje. Het is niet zo dat ik dan een plaatje krijg omdat ik een bepaalde challenge heb gehaald. Nee, het komt uit zo'n doos. En dan is het toch altijd wat minder. Ja. Heeft wat minder lading dan, hè? Next. Superstitious. Do what you gotta do. Inferno, standaard camo, field camo, standaard camo. Nog drie common supply drops kan ik openen. I got a good feeling about this. Let's see. Come on, congestures. Een. Oeh. Ah, kijk. Een Mongoose Kuda Extended Mag variant. Hartstikke leuk, legendary. En een Reaper Threatened Gesture. Oh, die gaan we eens even bekijken. Zullen we even kijken naar die Extended Mag variant en dan even vergelijken met de standaard. Dus dat, ik ben benieuwd. Die Kuda. Die attachments. Waar zijn ze dan? Extended Mac. Personalize. Oh zo ja. Oké, dit is de standaard. En dit is dan de legendary. Oké. Ja, kijk. Maar verder maakt het dus helemaal niet uit. Het gaat gewoon puur om hoe het eruit ziet. Hij heeft dan niet ineens extra kogels, nog weer extra kogels erbij of wat dan ook. Het is gewoon puur voor het uiterlijk. Nice. Oké, en ik had volgens mij ook nog een gesture van eentje. Ik weet niet wat het was. Ik heb die onthouden. Zullen we eens even spieken? Glitch, deze. Oh, een nieuw hoofd. Kijken of ik ergens. Ook niet. Is er verder nog wat? Oh, hier misschien. Ja, maar die kan ik dus ook nog niet openen. Daar heb ik nog een token voor nodig. En die heb ik dus weer niet. Jammer. Verder. Eens even zien. Ik kan er nog twee openen. Oh, ik kan er nog drie openen zelfs. I wanna see what it is as bad as you do. Camotje. Weer die Oud West calling card. Here's your receipt. En die heb ik dus al. Open voor de derde keer inmiddels. Ja. Leuk, allemaal standaard camo's. En de allerlaatste. Oeh, storm camo. That's some serious weather. Kijk, daar was ik nou op zoek. Want als dit goed is, is dat een bewegend plaatje. Of een bewegende camo op een gun. Even naar de faro. Het leuke is, ik moet voor de faro moet ik ook nog eventjes naar goud toe werken. Dus als ik daarbij ook nog gewoon een hele mooie camo kan gebruiken. Kijk. Check. Check al die bliksemschichten. Dat is toch nice. En die
wolken die er doorheen zweven. Prachtig, leuk. Dat is mooi. Super. En dat was meteen de laatste. Het is nu weer sparen. Ik denk dat ik dit keer zou proberen of ik er 300 kan opsparen. En dan ik wederom een videootje zien wat ik er allemaal voor leuks uit kan halen. Misschien nog een paar leuke gestures, een paar nieuwe calling cards, een paar leuke camo's. En zeker zo'n bewegende camo, dat is toch gewoon helemaal geweldig. Dat zou top zijn. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En zijn er nog verder nog dingen die je kwijt wil? Laat vooral een bericht achter. Mazzel.